Namens Forum voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op 21 maart 2018 stemde de Nederlandse bevolking in meerderheid tegen deze sleepwet. Tegen de mogelijkheid voor de regering om min of meer ongecontroleerd, onbeperkt data van burgers te verzamelen, om die dan op een later moment te gaan inzien, om misschien achteraf tot de conclusie te komen dat iets wel of niet bruikbaar zou kunnen zijn voor een of ander opsporingsdoeleind. En het is alleen al om die reden, alleen al om het feit dat de bevolking hier tegen heeft gestemd in een referendum, meer dan 3 miljoen mensen stemden tegen, stuitend dat we hier überhaupt nog in deze Tweede Kamer over spreken, dat de regering van zins is om dit gewoon door te drukken, dat de wet voor een deel zelfs al is ingevoerd. Gewoon even puur als uitgangspunt van een democratie, dat dat gebeurt. Dat is eigenlijk dat we het zonder blik of blozen eigenlijk maar normaal vinden dat we dat gewoon maar negeren. Het is toch krankzinnig? En deze minister, ze heeft ook het referendum nu afgeschaft. Van de partij die nota bene is opgericht om het referendum in te voeren, heeft nu het referendum afgeschaft. Dit was de laatste kans die we hadden als burgers in Nederland om onze stem te laten horen. Dit was de laatste kans die we hadden om in een referendum daadwerkelijke invloed te hebben. Daarna is het de nek omgedraaid. En juist die ene uitspraak van de bevolking, na natuurlijk de uitspraak in het Oekraïne-referendum, na het eerdere nee over de Europese grondwet, elke keer weer wordt het gewoon genegeerd. Deze sleepwet is een bijzonder slecht idee bovendien. Het is niet alleen dat de bevolking er tegen was, het is ook echt een ontzettend slecht idee. We hebben gezien in de Verenigde Staten, waar de beschermheilige Obama, zoals hij gezien werd, mogelijk betrokken is bij een groot schandaal waar de veiligheidsdiensten gebruikt zouden kunnen zijn om een politieke opponent in discrediet te brengen, om de verkiezing van Trump onmogelijk te maken. Hier ook in Nederland gebeurt dat. Deze regering vervolgt een politieke oppositieleider om politieke redenen. Dit is iets wat een groot schandaal is, waar talloze zaken nu over lopen. Mogelijk politieke redenen, ik zal me corrigeren op dat punt, als dat de interventie is. En wij moeten daarom ongelooflijk waakzaam zijn met welke vrijheden, welke bevoegdheden wij zomaar geven aan inlichtingendiensten om ons te bespioneren. De heer Van der Molen. Ja, voorzitter. Volgens mij moeten inlichtingendiensten inderdaad geen speelbal zijn van politieke afwegingen. Nog in de Verenigde Staten, nog hier. Dat staat voorop. Ik wilde inderdaad het punt corrigeren wat de heer Baudet maakte. Dat hij zei van deze regering vervolgt een politicus. Over het vervolgen van politici kun je van mening verschillen. Maar het is het Openbaar Ministerie die vervolging instelt. Dat is niet een regering die dat doet. U corrigeerde uzelf. Ik denk dat dat goed is. Want we moeten niet met elkaar de indruk wekken dat regeringen Tweede Kamerlid kunnen laten vervolgen als die mening haar niet aan zou staan. Dat zou echt niet in de haak zijn met de staatssecretaris. Nee, mocht blijken, daar zijn de heer Van der Molen en ik het dan blijkbaar over eens, dat er op één of andere manier politieke aansturing zou zijn geweest in het proces tegen Geert Wilders, dan zou dat zo ongeveer de grootste schending zijn van de rechtsstatelijke principes die je je kunt voorstellen. En dan zou deze regering integraal moeten aftreden. Dat is wat u bedoelt te zeggen, meneer Van der Molen, denk ik, hè? De heer Azarkan. Ja, voorzitter, ik vind het echt stuitend. Ik vind het echt stuitend dat we hier een inbreng hebben en dat hij eigenlijk nu zegt van ja, het had gekund. We weten dat hij dat in het verleden vaker gedaan heeft, dus eigenlijk zegt hij het had gekund. En als het gekund had, dan is het schandalig. Voorzitter, dat is geen manier van debatteren. Ik zeg niet dat het gekund had, ik zeg dat dat een van de zaken is die nu op de as we speak onderzocht worden, maar dat we hele grote redenen hebben om aan te nemen dat er buitengewoon grote bevoegdheden zijn die lang niet altijd goed gebruikt worden. Je kunt ook het boek van Edward Snowden lezen over hoe die NSA werkt, die geheime diensten, wat zij allemaal bespioneren, hoe dat wordt gebruikt. Je wordt er koud van. De heer Azarkan. En voorzitter, dat is waarom ik en mijn fractie altijd heel kritisch zijn ten aanzien van bevoegdheden. Dus wat je volgens mij moet doen, is niet allerlei theorieën die overgewaaid zijn vanuit Trump, die zelf bedacht heeft dat er een of andere toedekking van een groot schandaal, diezelfde Trump, waarvan inmiddels is vastgesteld dat hij op leugen 16.433 zit, aantoonbaar, dat hier door een parlementariër binnen wordt gebracht met als reden om dan onze
veiligheidsdiensten te beperken. Volgens mij, voorzitter, is dat echt klinkklare onzin. En het stuit mij tegen de borst dat hij dit even uit zijn mouw tovert vandaag, meneer Baudet. Ja, ik denk dat dit een hele relevante overweging is. Ik denk dat dit echt precies is waar deze discussie over gaat. Willen wij die geheime diensten alsmaar meer macht geven, terwijl we ondertussen bezuinigen op defensie? Gisteren werd bekend dat het kabinet niet 2% wil uitgeven aan het leger, aan defensie. Dat we niet genoeg investeren in politie en opsporing. Dat we talloze zaken, van islamitisch radicalisme tot allerlei andere zaken op straat, dingen die gebeuren, niet effectief aanpakken. Illegale asielzoekers niet uitzetten, terwijl dat wel zou kunnen. Dat laten we allemaal liggen. Doen we allemaal niks aan. En ondertussen wat we wel moeten doen is meer mass surveillance. Meer bespionage. Meer anoniem tappen. Meer social media activiteiten tracken. Dat misschien ook gaan geven aan andere landen. Via de NAVO misschien wel aan Turkije. Wat is dit voor waanzin? Wat is dit voor tweespalt? We kiezen continu de verkeerde route. Niet normaal aanpakken van criminelen. Maar wel gewone burgers steeds vaker bespioneren. De heer Azar. Voorzitter, ik waardeer het echt als collega's zich van tevoren heel goed bedienen van de informatie die er ligt. En hier geen informatie gaan delen die gewoon aantoonbaar onjuist is. Maar daarnaast wat is aantoonbaar onjuist? En daarnaast een interpretatie dat onze veiligheidsdiensten ingezet gaan worden om de tegenstanders. We weten dat de heer Baudet vindt dat een aantal partijen hier in de Kamer bezig zijn om er alles aan te doen om nou ja, hij noemt dat oikofobie, dat soort bijzondere termen. Ziet overal beren op de weg, denkt dat dit misbruikt gaat worden. Voorzitter, ik constateer wederom een sterk staaltje van de heer Baudet van zeemeeuwpolitiek. Hij heeft zich niet ingelezen, hij komt hier krijsen, hij komt binnenvliegen, hij fladdert, hij scheidt de boel onder en wij mogen het straks weer opruimen. Nou, het gaat dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb niet eens papier bij me. Ik spreek uit mijn hoofd. Dus wat voor een troep ik zou kunnen maken hier, die moet worden opgeruimd. Het is werkelijk onbegrijpelijk wat de heer Azarkan daar zegt. De heer Bosman. Ja, voorzitter, wat ik weer jammer vind is dat hier een beeld wordt geschetst alsof er alleen maar een enorme actie vanuit de diensten is om meer controle te hebben, grip te krijgen op de Nederlandse bevolking. Terwijl het wetsvoorstel wat nu voor ligt steeds meer toezicht en controle uitoefent op die diensten. Is de heer Baudet dat met mij eens? Nee, de sleepwet geeft de veiligheidsdiensten de mogelijkheid om meer data voor langere tijd te tracken en te bewaren. De heer Bosman. Voorzitter, de onderzoeksopdrachtgerichte methodes, technieken, zijn er niet zomaar ten dienste van de diensten. Daar moet een verzoek voor worden ingediend. Klopt dat, volgens de heer Baudet? Dus er zijn twee dingen. Het ene is het bijhouden van big data überhaupt. En het tweede is natuurlijk het onderzoeken van mensen en het onderzoeken van data. Dat ben ik natuurlijk met hem eens. Dat is waar. Ja, er zitten allerlei schakels in, natuurlijk. Ja, de heer Bosman. Nee, voorzitter. De ooginterceptie is niet zomaar iets wat toegepast kan worden. En ik vraag even aan de heer Baudet of hij de verschillende kenmerken kent die van toepassing zijn op die ooginterceptie. Ja, dit vind ik dan weer zoiets heel specifiek. Kijk, waar we het over hebben... Dat is de sleepwet. Waar we het over hebben is een uitbreiding van de machten van de geheime diensten om data te verzamelen, om social media te tracken, om mensen in het oog te houden, om langer telefoongegevens te bewaren, om big data in algemene zin meer te kunnen opslaan en meer te kunnen zien. Dat is waar het hier over gaat. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Ik denk dat we daarmee een hele verkeerde weg op gaan. Tot slot, de heer Bosman. Ja, voorzitter, iedereen heeft recht op een mening. Maar we praten hier over een wetsvoorstel. En dat is wel van belang. En de heer Baudet heeft kennelijk geen idee wat het wetsvoorstel inhoudt. En welke waarborgen in dit wetsvoorstel zitten, juist ter voorkoming dat diensten zomaar willekeurig allerlei mensen gaan controleren en data gaan verzamelen. Dat is dit wetsvoorstel voor. En ik vind het weer vervelend dat hier een Kamerlid staat gewoon te oreren met allerlei ideeën vanuit een persoonlijke mening, wat geen recht doet aan de inzet, de controle en de toetsing op onze diensten. Nee. Kijk, het is elke keer weer, waar leg je het neer? Bij de politiek? Of waar leg je het vertrouwen neer? Wie vertrouw je? Dat is de laatste vraag van elke politieke ordening. Wie bewaakt de bewakers?
En hoe meer macht je die bewakers geeft, hoe meer toegang tot informatie, hoe groter dus hun impact is. En je weet gewoon niet op welke manier het gebruikt gaat worden. En daarom dat ik die voorbeelden noemde van Amerika en van het proces tegen Geert Wilders. Ik snap niet dat jullie dat niet zien. Ik snap niet dat jullie niet zien dat dit ontzettend gevaarlijk is. De heer Van der Molen. Ik denk dat de heer Baudet een punt heeft als hij zegt van dat het belangrijk is om waarborgen te hebben op het moment dat je ergens een bevoegdheid neerlegt. We zijn een democratie, we willen er toezicht op houden. Kan de heer Baudet even aangeven welk onderdeel in hoe de wet nu het toezicht op de bevoegdheden vorm heeft gegeven, welk onderdeel hij daarin mist? Want ik neem aan dat die inlichtingendienst op zich wel een bevoegdheid wil geven. Maar welk onderdeel specifiek vindt de heer Baudet op dit moment missen in de manier waarop we toezicht hebben vormgegeven? Dus ja. Het ene is het aspecifiek verzamelen van data. Twee is dat het via een politieke beslissing kan in plaats van, normaal gesproken, via een rechtercommissaris. Ja. De heer Van der Molen. Hey, voorzitter, zo net maakte de heer Baudet een fout als het gaat om of de regering een Tweede Kamerlid kan vervolgen, dus het Openbaar Ministerie. Maar juist in deze wet... Maar... Is dat, het juist is niet zo geregeld fout dat er ik geen maakte. Politiek... Als dat gebeurd zou zijn, is dat een fout. Dat is het punt. De heer Van der Molen. Ik ben niet een Kamerlid aan het vervolgen. Nee, dat is niet... Ik zeg alleen, als het zo is dat de politiek invloed heeft op het OM en gezegd heeft om politieke redenen, ga die vent maar vervolgen, dan is dat zo ongeveer het grootste schandaal dat je in een rechtsstaat kan hebben. En ik denk dat we daarover met elkaar eens zijn. De heer Van der Molen. Ja, maar zo lust ik er nog wel een paar. Als Duitsland Nederland binnen zou vallen, zou dat heel slecht zijn. Ja, nou, dat nee. is zo. Maar dit is niet uit het lucht gegrepen. Dit is iets wat op dit moment, as we speak, lopen er onderzoeken hiernaar. Er zijn getuigenissen naar voren gekomen. Er zijn documenten langsgekomen waaruit het vermoeden is gerezen van jongens, is het zo dat er politieke bemoeienis is geweest met het proces tegen Geert Wilders? Dit is niet een totaal uit de lucht gegrepen vermoeden. Het is niet een fabel dat ik verzin. Dit is een reële kwestie die, as we speak, behandeld wordt in rechtszalen en op andere plekken. De heer Van der Molen. Maar toevallig wijst totaal niet het onderwerp waar dit debat over gaat en waaraan u deelneemt. Nou, jawel. Het is precies wel het onderwerp waar dit debat over gaat, maar het gaat over het vertrouwen in de staat. Meneer Baudet, de heer Van der Molen was bezig, dacht ik. Dat heeft u goed gezien, voorzitter. Okay. Ik wil even terug naar het onderwerp waar ik de heer Baudet op sprak, omdat de heer Baudet grote woorden spreekt over dat hier op basis van een politiek besluit er bevoegdheden kunnen worden toegepast die erg ingrijpen in het leven van mensen. Ik heb de heer Baudet gevraagd, welk onderdeel vindt u daarin bezwaarlijk? Wat missen we nog? U zegt dan als antwoord daarop, ik vind bezwaarlijk dat een politiek besluit gevallen is. Nou, voorziet nou juist de wet erin dat niet politici toetsen A, of de minister toestemming terecht heeft verleend en B, precies het bezwaar wat u heeft, of de inlichtingendiensten niet gewoon een beetje een schot hagel doen, maar voldoende specifiek gaan zoeken. Dus dat is helemaal niet in vragen. Dat is nou juist de wet die dat veel zorgvuldiger heeft geregeld. Dus vanuit uw betoog, wat mist u nou in de toezicht op de inlichtingendiensten, wat deze wet op dit moment nog niet creëert? Ja, zoals ik heb gezegd, ik ben een voorstander van ons klassieke opsporingsapparaat, waar je via een rechtercommissaris bepaalde bevoegdheden kan krijgen om specifiek een organisatie of een persoon te monitoren. Ik ben er niet tegen dat er telefoontaps geplaatst kunnen worden. Ik ben er ook niet tegen dat je bijvoorbeeld een islamitische school of een moskee als een criminele organisatie zou kunnen identificeren en dan op die manier kunt afluisteren en op die manier in de gaten kunt hebben wat daar gebeurt en eventueel mensen kunt oppakken of de organisatie kunt ontbinden. Dat zijn allemaal dingen die er zou moeten gebeuren als het nodig is. Daar ben ik allemaal voor. Waar het hier om gaat is een uitbreiding van de bevoegdheden, en ik denk dat dat wel algemeen bekend is, van de geheime diensten om in brede zin, daarom heet het ook een sleepwet, om data te gaan slepen en zo veel meer kennis te vergaren in big data vorm van de levens van ons allemaal. Tot slot, meneer Van der Molen. Voorzitter, collega Bosman heeft het ook vast. Er worden hier nu bevoegdheden aan een inlichtingendienst toegedeeld die helemaal niet bij de inlichtingendienst te horen. U maakt opmerkingen over het toezicht wat helemaal niet geregeld wordt. We hebben het in dit debat helemaal niet over bevoegdheden, maar aanvullende waarborgen vanuit het kabinet om juist meer toezicht te geven. Dus ik concludeer, net als de heer Bosman, dat u even uw verhaal wil houden, maar u werkelijk niet weet waar het hier over gaat. Mevrouw Buitenweg.
Ja, op zich is de wet natuurlijk in werking getreden op 1 mei 2018. Dus dat is al gebeurd. En waar we het over hebben zijn de wijzigingen die toezien op beter toezicht. Waarvan GroenLinks zegt het is onvoldoende, wij willen meer. Daar gaan we zo de discussie over hebben. Maar de discussie is dus niet over of we wel of niet slepen. U bepaalt niet waar de discussie over gaat. Nou ja, dat, nee. Nou, maar vooral buitenweg. Volgens mij hebben we dat met elkaar afgesproken, dat het onderwerp van de discussie is. Maar, luister, ik sta hier om te... Meneer Baudet, mag zij even... U zult zien wat voor motie ik in de tweede termijn ga indienen. Dat wordt... Maar mag even mevrouw... Mevrouw Buitenweg geeft gewoon het woord. Ik wil alsof u iets gebruikt heeft, dat het allemaal zo actief moet. We hebben gewoon een voorstel wat hier ligt en dat behandelen we. Dus ik leg het u even uit, want ik had niet de indruk dat u het helemaal, dat u dat ook precies doorhad. Maar mijn vraag is een andere. U zei, ik wil eigenlijk dat de rechtercommissaris dat die de bevoegdheid heeft om te weten wanneer er gehandeld wordt. Zegt u eigenlijk... zegt mevrouw de voorzitter, zegt de heer Baudet eigenlijk dat hij principieel tegen inlichtingendiensten is. De heer Baudet. Ik heb een groot probleem met een ruime bevoegdheid van inlichtingendiensten. Ja, dat klopt. Ik vind dus, kijk, ik begrijp dat je op sommige punten dat nodig hebt. Alleen, er is sprake van een mondiaal surveillance systeem dat ik langzamerhand ontzettend beangstigend en bedreigend begint te vinden, ja. Ben ik het met u eens? Ik ben namelijk ook, ik heb ook steeds gezegd, die surveillance en die combinatie van data maak ik maar grote zorgen over. Dus dat ben ik met u eens. Tegelijkertijd denk ik ook dat er sommige zaken zijn die niet de politie kan oplossen, maar die moet worden gedaan via intelligence, via de inlichtingenwerk. Dus dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Welke waarborgen zou u dan voor uw kleine organisatie, maar u zegt wel, ik aanvaard dat er ook inlichtingendiensten zijn. En dan is mijn vraag, welke waarborgen voor die diensten zou u dan nu willen organiseren die nu niet in de voorgestelde wet zijn? Ja, de heer Baudet. Daar verschil ik dus over van mening, want u wilt het alleen maar hebben over de aanpassing op die sleepwet in brede zin. En wat ik wil is een fundamenteel punt maken dat die sleepwet en die negering van het invoeren van de sleepwet en het negeren van het referendum een schandaal is. En dat zal ik ook in een motie in de tweede termijn. Ik wil die hele sleepwet terugdraaien. Oké, maar tenslotte, mevrouw Buitenweg. U kunt mij niet zeggen dat ik alleen maar mij hiertoe beperk, want ik heb juist namelijk nog een heel wat andere wetten erbij gehaald om aan te tonen dat ik mij zorgen maak over dat er te veel data gedeeld wordt. Ja. Dus ik vind het heel goed om een breder perspectief te hebben. Maar ik wil wel dat we hier als Kamer ook gewoon precies gaan kijken naar wat we dan gewijzigd willen hebben. Dus je moet en als taak hebben als volksvertegenwoordiger om gewoon je brede standpunt te hebben. Ben ik helemaal met u eens. Dank u wel. Maar ook zeggen wat er ook gewijzigd moet worden. En dat wordt mij gewoon niet duidelijk. Dus ik wil toch alsnog een antwoord hebben van de heer Baudet. Is er een soort amendement? Is er iets in de wet zoals die nu voor ligt? De wet, die amendementen die we vandaag bespreken, die u anders zou willen zien? Ja, de heer Baudet. Nou, het zal mevrouw Buitenweg misschien verbazen, maar ik ga dus mee in haar argumentatie van als je die wet dan hebt, ja, dan moet je proberen om in ieder geval heel veel toetsing te hebben en heel veel controle. Dus daarin verschillen we, daar zit weinig lucht. Dus ik vind alleen dat dit ook het moment is, en daar, sorry, maar ik ga echt over mijn eigen woorden, om het principieel ter discussie te stellen. En wat ik mis in de maatschappelijke discussie, maar ook in de Kamer, is een algemeen gevoel van, jongens, waar gaan we naar op weg? Het was hetzelfde met die app, met die mass surveillance app die ze nu weer mogelijk vanuit corona willen gaan invoeren. Dat zijn stappen die zijn op een gegeven moment niet meer terug te dringen. En ik wil daarbij dus toevoegen, en dat is volgens mij nieuw aan mijn inbreng en ook belangrijk, dat we aan de ene kant heel veel laten liggen in effectieve opsporing, wat je met klassieke middelen kan doen. De politie is onderbezet, de straffen zijn te laag, het leger is niet goed uitgerust, er gaat te weinig geld naartoe, enzovoort, enzovoort. Dat doen we allemaal niet. En dat willen we dan compenseren met een soort van inbreuk op de privacy, met een soort controle over gewone burgers, waar ik de overheid gewoon niet in vertrouw. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, echt een hoop lariekoek. Dat is tot daaraan toe. Maar ik hoorde echt de heer Baudet net zeggen, dat aftappen, dat moeten we eigenlijk niet willen. Die diensten die kunnen allemaal dingen doen. En dat zegt hij altijd als het hem niet uitkomt. Maar volgens mij heeft hij zelf voorgesteld om bijvoorbeeld in Rotterdam daar bezoekers te gaan aftappen. Heeft hij voorstel voor gedaan een paar jaar geleden met Eertman samen. Dat je
De imams, die moet je registreren. Je moet precies weten wat die zeggen. Dus als het over moslims gaat, dan heeft hij helemaal geen problemen met het misbruik eventueel van privacy, van grootschalig aftappen. Want dat komt hem uit. De heer Bordé. Ja, dit sluit een beetje aan op wat ik net ook al zei in de interruptie met de heer Van der Molen. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat onze diensten de mogelijkheid hebben om mensen af te tappen, mensen te bespioneren, te kijken wat er gebeurt in islamitische scholen of moskeeën of andere plekken waarin gereden vermoedens bestaan dat er radicalisme wordt gepredikt, dat er sprake is van een criminele organisatie of het plannen van een terroristisch misdrijf, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben een groot voorstander van een effectief staatsapparaat dat goed de veiligheid van alle mensen kan waarborgen. Alleen het cruciale verschil is natuurlijk dat je dan met een gerichte opsporing aan het werk gaat. Dus er moet een vermoeden van schuld zijn. Ik dacht dat het artikel 27 was van de wetboek van strafvordering. Maar daar moet je me te goede houden. Maar en dan komen er bepaalde opsporingsmogelijkheden. Dat moet dan steeds langs een rechtercommissaris enzovoorts. Dat is hoe het in Nederland geregeld is. Dat is de klassieke structuur die we hebben. Ja. Maar voorzitter, nou spreekt hij zichzelf echt in elke zin tegen. Dit is een vorm van een soort vrij associëren. Hij stelt zelf voor om eigenlijk in een moskee in het geheim alles te gaan aftappen. Dat lijkt mij een vorm van een sleepnet. Namelijk alle mensen die daar zitten, daar willen we de informatie van hebben. Dat is helemaal niet gericht. Hij heeft er niet bij gezegd dat er dan een soort vermoeden moet zijn. Staat overigens, gaat ook deze hele discussie helemaal niet over. Merk op dat hij dat helemaal niet op die manier doet. Ik merk, voorzitter, dat het bij heel veel punten zo is. Of het nou gaat over democratie, of het nou gaat over banden met buitenlandse diensten, buitenlandse overheden zoals Rusland. Dat de heer Baudet zegt, ja, als daar dingen gebeuren die mij kunnen schaden, wil ik het niet hebben. Maar als het mij ten dienste staat, dan is het hartstikke goed dat ik het inzet, zonder dat hij heeft nagedacht over hoe hypocriet zijn houding eigenlijk is. Ja, ik snap oprecht niet wat meneer Azarkan wil zeggen. Dan stel ik voor er kwam iets met Rusland bij en nog een paar dingen die helemaal niets mee te maken heeft. Goed, gaat u verder. Ja, Obama, dat is natuurlijk dat is een heel terecht punt. Ja. Ik ben heel benieuwd waar Obamagate op uitkomt. Nee. Ik stel voor dat u verder gaat. Nee. Ja, gaat u verder, meneer Baudet. Mevrouw de voorzitter, we leven in een tijd van steeds verdergaande ernstige inperkingen van de democratie. Het referendum is afgeschaft. Er is een censuurpolitie tot stand aan het komen op de social media. Deze minister heeft zelfs een desinfobureau helpen opzetten. En desinfo is natuurlijk een ander woord voor onwelgevallige informatie. En nu dreigt nog verder de privacy te worden ingeperkt. Ik maak me hele grote zorgen over waar dit naartoe gaat, terwijl effectief handhaving van het gezag onmogelijk wordt gemaakt, gefrustreerd wordt, geen gelden naar politie, naar het leger enzovoort die nodig zijn om het gezag op een normale manier te handhaven, maar wel via de achterdeur, via inperking van privacy, dit alsnog proberen te realiseren. Wij zullen doen wat we kunnen om de sleepwet terug te draaien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Baudet. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk naar de minister of tot 1 uur schorsen. Is dat voldoende?